Dag mensen, welkom bij deze video over Bing X. In deze video gaan we kijken naar wat Bing X is, wat kun je er allemaal doen naast het traden, wat is de copy trade functie waar zij zo op gefocust zijn en we gaan kijken of het een goede beurs is om mee te traden. Dus blijf plakken en dit is overigens ook een gesponsorde video door Bing X. Dus wat is Bing X nou? Het is een sociaal crypto handelsnetwerk en ze zijn vooral gefocust op dat handelsnetwerk, het sociale aspect van deze beurs en vooral daarbij ook het copy trading. En daar gaan we zo direct ook dieper op in. En we gaan ook kijken hoe we geld kunnen storten op deze beurs. Maar we beginnen met over Bing X, opgericht in 2018. Ze zijn gevestigd in Singapore en je kunt op deze beurs traden en copy traden. Oftewel de trades van andere traders kun je kopiëren. Hun missie is om digitale financiering te versnellen door slimme technologie en om jouw eerste sociale handelsnetwerk te zijn. En vooral dit is dus eigenlijk een van hun grootste speerpunten om een sociaal netwerk op te bouwen waarin jij met andere traders kunt gaan traden. Over het team, ja, daar is eigenlijk niet zoveel van bekend. Ze zeggen in ieder geval dat er meer dan 10 jaar ervaring is in hun vakgebieden. Dat ze van JP Morgan komen, Standard Chartered Bank en andere toonaangevende internetbedrijven. Alleen hier is niet meer informatie over beschikbaar. Voor mij altijd een beetje een puntje van zorg. Ik heb hier navraag over gedaan in hun vragenkanalen, maar de wens is van de oprichters om toch wat meer uit de schijnwerpers te blijven in de Bing Exchange eigenlijk. Dus dat, klantenservice, die is eigenlijk wel heel goed. Daar ga ik zo direct meer over laten zien. En voordat we daar doorheen gaan, het is dus ook een van de grotere beurzen wereldwijd. Zeker op het derivatengebied, dus met longgaan, shorts en futures en dat soort dingen. En je ziet dus dat ze hier op nummer 10 staan. En in de afgelopen week heb ik zitten kijken naar Bing X. Dingen uittesten, dingen uitproberen voor deze video. En ze staan nu op nummer 10. Eerder stonden ze op nummer 8. Dus ze staan consequent eigenlijk in de top 10. En ze hebben ook relatief goedkope exchange fees. 0,02% voor de maker fees. Take fees 0,045%. Dus lage fees zijn natuurlijk ook altijd welkom. En dat is ook vergelijkbaar met de andere grotere beurzen. Dan is er ook een welkomstbonus voor Bing X natuurlijk. En dat loopt op tot $120. En om die gebruikersbeloningen te krijgen, dat is ook alleen voor nieuwe gebruikers, dan moet je voldoen wel aan een aantal eisen. Dus als je de eerste $5 wil hebben, dan moet je een aanbetaling doen. Oftewel een storting van minimaal USDT 50. Of 0,002 Bitcoin of 0,05 Ethereum. En daarnaast moet je dan ook een handelsvolume hebben van $2000. En zodra je dat hebt, kun je dus ook die $5 krijgen. En met deze bonus kun je ook gaan traden. Je kunt de bonus niet opnemen, maar de winsten die je maakt met deze bonus, die kun je wel krijgen. Maar goed, je moet er dus ook $2000 voor gaan traden. Voor de volgende $35 heb je dus ook een handelsvolume nodig van $25.000. En voor de laatste $80 heb je een volume nodig van $200.000. Dus voordat je dat krijgt, moet je er wel wat voor doen in ieder geval. Dus het is leuk van ze, maar niet bijster interessant. Maar wat kun je dan allemaal op die beurs doen? Nou, je kunt dus margin traden. Je kunt perpetual contracten traden hier linksbovenin. En daarnaast kun je dus ook verschillende cryptocurrencies traden. Ze hebben iets meer dan 30 paren. Ook gerangschikt in DeFi, NFT. Maar je kunt hier dus ook indexen traden. De FTS 100, de DAX, de S&P 500, de Nasdaq en de Dow. Oh, excuses. Dus je kunt hier meer traden dan alleen cryptocurrencies. Grondstoffen kun je hier traden een aantal. En ook Forex kun je hier traden. En ze hebben ook een kopje layer 2. Dus er valt hier genoeg te traden. En zoals je ziet, vrij standaard een overview van hoe je het eigenlijk op de meeste exchanges ziet. Je kunt hier long gaan, short gaan. Je kunt hier verschillende order types plaatsen. Je kunt long gaan tot maar liefst 125 hefboom. Ik zou dat absoluut niet doen overigens. En ook bij het plaatsen van je order kun je dus meteen een take profit, of hier in het Nederlands winst opnemen, en ook je stop loss plaatsen. Dus de meest gebruikelijke orders die zitten hierop om hier gewoon om hier goed te kunnen traden. En je ziet hier ook vooral dat de liquiditeit en het volume is eigenlijk ook best goed hier. Hier rechts bovenin vind je ook nu het USDT account. Je hebt een BTC account en je hebt hier ook een USDT bonus account. Dus dat is die bonus waar ik het net over had. En daarmee kun je dus ook traden. Dus nogmaals, het bonus kun je niet opnemen. Maar je kunt wel de winst die je daarmee maakt, kun je wel opnemen.
Dan heb je ook nog de VST-account. En de VST is eigenlijk hun stablecoin, alleen maar op BingX ook beschikbaar. En dat kun je dus eigenlijk gebruiken om te demo-traden. Dus als je een account aanmaakt, dan staat in je wallet meteen 100.000 VST. En daarmee kun je dus gaan demo-traden. Dus als je de exchange wil uitproberen, dingen wil uittesten, kijken hoe het allemaal werkt, dan kun je die VST gebruiken en dan kun je daar trades mee plaatsen. Dan de copy trading, die vind je door bovenin naar community te gaan of gemeenschap in het Nederlands, copy trade. En dan krijg je dit overzicht en daar gaan we zo direct in de video verder naar kijken. Maar voordat we daarheen gaan, of daarover gaan hebben, ga ik het hebben. Nou, je vindt hier trouwens nog een mooie fact over. Alle vragen die je eventueel hebt over de copy trading, die zal ik ook onder in de video delen in de videobeschrijving. Maar waar ik het nog even over wil hebben is dus de support van BingX. Die is vrij goed eigenlijk. Ze zijn 8 uur live per dag. Ook hebben ze een Nederlandse Telegram groep waar je dus je vragen kwijt kunt. Ik heb hier ook verschillende vragen gesteld. En er wordt eigenlijk vrij rap gereageerd. Meestal binnen 20 minuten. Dus als je vragen hebt, dan is het een goede. Zorg ervoor dat je de juiste gebruikt. BingX Netherlands. Want scammers zijn natuurlijk overal. Dan op hun YouTube kanaal. Door te zoeken op BingX. Daar vind je natuurlijk ook allerlei tutorials om mee aan de slag te gaan. En als je meer wilt of nog meer vragen wilt stellen of je zit toevallig op de website, dan heb je rechts onderin heb je de klantenservice ook. Dus je klikt op de live chat en dan kun je ook hier je vragen stellen. Dus dat werkt eigenlijk allemaal vrij goed en hun support is wat dat betreft ook goed. Maar is het ook een veilige exchange? Kun je hier veilige cryptocurrencies bewaren? Zoals altijd geldt, not your keys, not your coins. En bewaar ook alleen op de beurzen hetgene wat je bereid bent te verliezen. Want beurzen kunnen altijd gehackt worden. Je account kan worden gehackt. Dus zorg er ook altijd voor dat je minimaal je 2FA aan hebt staan. De anti-phishing e-mails. Zorg ervoor dat je alle veiligheidsvoorschriften die ze hebben, dat je die allemaal aanzet. Ze zijn dus nog niet eerder gehackt sinds 2018. Dus ook dat is positief. Andere grote beurzen die zijn namelijk wel gehackt. Binance is een keer gehackt. KuCoin is gehackt. Kraken is volgens mij een keer gehackt. Coinbase. Dus de meeste beurzen die zijn al wel een keer gehackt. En BingBond nog niet. Dus dat is goed. Ze zijn wel aangevallen via een DDoS attack een tijdje geleden. En daardoor konden gebruikers hun posities niet openen of sluiten. Maar goed, ze hebben niet veel geld verloren. En degene die wel geld hadden verloren, die hebben een refund gekregen. Dus dat is ook een mooie actie van ze. Dan, om hun beveiliging op orde te houden, werken ze samen met Slowmist Zone. Andere grote beurzen die werk je ook mee samen, zoals Bybit bijvoorbeeld. En dat zorgt ervoor dat zij hun beurs wel dus veilig houden. En ook dat is positief. Goed, we gaan kijken naar hoe je geld kunt storten. Links bovenin, of in het midden van het menu, heb je de knop Koop Crypto. Als je hem op Nederlands hebt staan, rechts bovenin kun je de taal aanpassen. En als je hem dan op Koop Crypto zet en daarop klikt, dan kom je in dit scherm terecht. En hier kun je dus direct cryptocurrencies kopen. En een voordeel van BingX is dat je ook via Ideal cryptocurrencies kunt kopen. En ook geld kunt storten. Nou, hoe doe je dat dan? Nou, je gaat naar dit scherm dus. Je klikt hier op euro, want je wil euro storten. Je voert het bedrag in. Bijvoorbeeld 100 euro. En dan staat er meteen al hoeveel USDT je krijgt. Je klikt op koop nu. Dan krijg je dit scherm. Dan moet je even laden. En je krijgt niet altijd Ideal te zien hier. Soms dan, het is een beetje een bug geloof ik. Ik heb het al een keer aangegeven. En je hebt hier dus wel de mogelijkheid om Ideal met Ideal te betalen. Staat die er nou niet? Dan moet je hierboven weer even op euro klikken en dan klik je op informeer. Dan zal die dit verversen en kun je dan ook via Ideal betalen. Je klikt vervolgens op koop en dan moet je eigenlijk de stappen hierna uitvoeren. Dus je gaat ermee akkoord. Nou, het netwerk is instabiel. Nou, bij mij werkte dat eerder wel. Maar het is eigenlijk ook vrij simpel. Nu doet hij het dus wel. Dus even doorgaan. En dan leidt hij door naar Banks. En hier moet je dus eigenlijk gewoon alle stappen volgen die je krijgt. Hey, je betaalt 100 euro, je krijgt zoveel USDT. En hier staat hij dan weer automatisch op Visa Mastercard. Maar dan moet je op het driehoekje klikken. En dan klik je op Ideal en dan zie je dat hij weer naar 0% gaat. En je krijgt weer net iets meer USDT. Je klikt op Create Order. En vervolgens moet je dus eigenlijk je naam invullen en contactdetails. Ik ga dat voor deze video even overslaan, maar het is heel simpel. Je volgt deze stappen, klikt op confirm en dan krijg je betaald. In dit gedeelte van de video gaan we kijken naar het copy trading zelf.
Hoe kom je bij het copy trading, maar ook voor wie is copy trading eigenlijk? De meeste van jullie die mijn kanaal bekijken, die zijn er natuurlijk omdat jullie zelf traders zijn, willen leren traden. Maar er zijn ook natuurlijk mensen, een grotere groep ook zelfs, die niet wil leren traden, maar die gewoon ja, het liefst met gemak anderen wil kopiëren. En dat is dus ook mogelijk. Dus op de main website ga je naar copy trade. Dan krijg je dus een overzicht van welke traders kun je allemaal volgen. Hier kun je zoeken in alle traders naar namen. Je kunt bij de uitgebreide rankings kun je filters toepassen. En wat dat betreft, ja, je start hiermee. En ja, je wil natuurlijk zoveel mogelijk winst maken. Dus je gaat eigenlijk gewoon vooral op zoek naar welke trader levert winst op. Nou, je ziet eigenlijk al snel hier 97% winst, 265%, 130, 565. In mijn ogen vrij grote of hoge cijfers. Dus ja, ga niet zomaar blind voor iemand die hoge cijfers laat zien. Je weet niet wie er exact achter zit. En vooral ga het allemaal uittesten. 1. Doe het met lage bedragen. En 2. Gebruik daar ook de VST voor. Oftewel die virtuele stablecoin van Bing zelf. Die kun je namelijk bij veel traders ook toepassen. Zelfs als het niet goed gaat, dan verlies je geen geld. Dus ga het absoluut eerst goed uittesten voordat je er ook geld op zet. Een aantal reviews in de Trustpilot, die zijn niet helemaal positief. Maar goed, over het algemeen gaan mensen ook vaak pas een reactie daar plaatsen als ze ook echt ontevreden zijn. Dus de vraag is hoe representatief dat is natuurlijk voor iedereen. Maar goed, ga er naar kijken. Ik ga even laten zien hoe je een trader kunt volgen. En het is vrij simpel. Een tip is dus in ieder geval ook, naast dat je VST gaat gebruiken, ja, kijk naar de verschillende filters, hè, hoeveel volgers ze hebben, wat is hun winst over de afgelopen 30 dagen bijvoorbeeld. En daar kun je dus ook op kijken. En je kunt ook kijken naar accountactieve, want je ziet hier bij accountactieve dat hij dus een wallet of een portfolio heeft van 9000, bijna $10.000, hier van 2000. Maar er zijn ook een aantal personen die hebben bijvoorbeeld maar $600. Persoonlijk zou ik eerder dus kijken naar de personen die ook een grotere wallet hebben. Die zijn ook zeker goed bezig over het algemeen met risk-reward management. Het is een klikje op accountactieve bijvoorbeeld. En dan zie je dat deze 18.000 heeft. Nou, die heeft waarschijnlijk niet heel veel getrade. Die heeft ook maar 1 volgers. Als je erop klikt op zo'n profiel, dan zie je ook hoe lang ze al bezig zijn. Hier zien we iemand bijvoorbeeld die dus $13.000 heeft, 26% winst over de afgelopen 30 dagen. Nou, stel je wil dus deze persoon volgen, vrij simpel, je klikt op kopieer. En dan opent hij het profiel. Je vindt allerlei informatie hier. Maar voordat we verder duiken in de informatie, rechtsbovenin heb je de knop Copy Trade. Je klikt daarop. En dan kun je dus kiezen, wil je met USDT die persoon volgen of wil je met VST, oftewel die stablecoin, die persoon volgen. Ik volg deze persoon al, dus ik kan hier niet nog een keer kopiëren nu klikken. Ik ga zo direct laten zien wat de resultaten zijn van de afgelopen 2 dagen. Klik op VST, in dit geval even voor het voorbeeld. En ja, dan kun je dus aangeven, ik wil $100 of 100 VST in dit geval deze persoon volgen. En als je op geavanceerde instellingen klikt, kun je dus ook zeggen, nou, ik wil niet dat de persoon te veel trades doet met mijn portfolio. Dus dan kun je bijvoorbeeld zeggen, nou, 100 per dag. Maximaal open positie ook 100. En je stoploss ratio kun je bijvoorbeeld ook hier invullen. Hè, dat als de trade toch verkeerd gaat, dat je bijvoorbeeld 10% stoploss ratio hebt. Klik op kopieer nu. Volg succes. Dus dat is het eigenlijk. Hè. En dan kun je de details bekijken. En die vind je dan ook, die zal ik zo direct laten zien in ieder geval. Dus het is vrij simpel. Nou, wat vind je hier nog meer eigenlijk? Dus account activa, de profit and loss dat die persoon heeft in de afgelopen 30 dagen, de winst 26%. En ja, eigenlijk zie je ook in een grafiek wat er gebeurd is. Ik geloof dat begin december, dat was het vrij rood voor een heleboel mensen. Dus hier is wat verlies gemaakt. En in de laatste helft van december lijkt het een stuk beter te gaan. Je kunt dus ook de trade geschiedenis volgen. Even kijken, deze moet hier worden geladen. Dus dan kun je exact zien wat die persoon eigenlijk aan het doen is. Dat wil nu niet laden, dus ik zal het zo direct bij een andere pakken. Dus dan ga ik weer even terug naar de copy trade. En dan pakken we bijvoorbeeld Brian en Eddie. En dan kun je dus bij de trade geschiedenis kun je ook exact zien wat zij doen. Dus dat is ook fijn. Ook daarvan kun je leren. Dus waar zijn zij short gegaan? Wat is de sluitingsprijs? En dan zie je dus ook wat de winst is geweest over die trade. En ook zie je hoeveel volgers daaraan hebben meegedaan. En wat ook de inkomsten zijn geweest voor die volgers. Dus dat vind je daar in ieder geval. Dus ik ga weer even terug naar CopyTrade. Nou, stel je hebt dus een aantal traders gevolgd en je wil weten, nou, wat is er gaande? Wat is mijn winst? Wat is mijn verlies?
Dan heb je hier aan de linkerkant in de menubalk heb je Copy Trades Manager. Je kunt trouwens ook zelf solliciteren als copy trader. Misschien dat ik dat in de toekomst ook wil doen. Het is even afwachten, maar ja, wie weet. Maar goed, Copy Trades Manager. Dan kun je dus zien wie je aan het volgen bent via USDT. En dat is dus je echte geld. En je kunt kijken wat er gebeurd is met je VST Copy Trades. Dus het neppe geld. En die doen het in ieder geval een stuk beter. Dus wellicht had ik beter daar mijn USDT op kunnen zetten. Dus je klikt hierop en dan kijk je, ja, wat is mijn winst? Voor vandaag is het min $6. Ik geloof dat de positie $50 is. En als ik hier bijvoorbeeld klik op details bekijken, dan staat dit dus inderdaad. Ik heb nog geen winst. De marge was maar $50 hier. En nogmaals, doe het met testhoeveelheden. Als het zo simpel was als dit, dan zou iedereen het natuurlijk doen. En vaak betaal je ook, ja, soms, nou, regelmatig betaal je, zie ik grote bedragen als je andere traders wil kopiëren. Dus wat is hier gebeurd? Ze hebben hier in ieder geval verschillende posities geopend. Je ziet ook in het percentage dat aan het veranderen is dat dat verschillende trades zijn. Een aantal shorts die niet heel lekker gaan op dit moment. Maar goed, de trade is nog niet voorbij natuurlijk. En pas als de stop los geraakt is, zal dat voorbij zijn. En ik geloof dat dit hier ook een long is die nu gaande is. Of het is een, nou, ik kan in de geschiedenis kijken. Het zijn in ieder geval allemaal shorts nu. Dus je kunt alles terugvinden wat zo'n trader aan het doen is. En als je nou dus zegt van, nou, ik wil niet meer deze trader volgen en het heeft me alleen maar verlies opgeleverd, dan klik je hierboven op stop met kopiëren. En nadat je stopt met kopiëren van een trader, kopieer je niet langer de nieuwe orders. En de eerder geopende orders blijven actief, dus de posities moeten nog sluiten. En dan klik je op bevestigen. Maar ik ga deze in ieder geval een tijdje volgen en zal ook later in de video comments, nou niet in de comments, maar in de videobeschrijving, updaten hoe dit werkt. Of tenminste wat de resultaten zijn geweest. Dus kijk zeker even later terug. Dus dat is het eigenlijk. Het is heel makkelijk om het te doen. Je kunt eigenlijk alle informatie vinden. Maar nogmaals, test het uit. Kleine hoeveelheden. En ik zou zeggen, ja, succes. En als je vragen hebt, nou, ze hebben dus een uitgebreide supportfunctie. Dus gebruik die zeker. Ik zou zeggen, happy copy trading.